In het koninklijk paleis op de Dam, dat in de 17e eeuw door Jacob van Kampen gebouwd werd als raadhuis voor de hoofdstad, was kort geleden iets op te snuiven van een 17e eeuwse atmosfeer. Gestoken in klederdrachten uit die tijd bewogen tientallen mannen en vrouwen zich door de prachtige burgerzaal. Zij deden dat op aanwijzing van Jos Stelling, de jonge regisseur van de films Marieke van Nimwegen en Elkerlik, die nu opnieuw een kostuumfilm gaat maken. Ditmaal over het leven van Rembrandt van Rijn, de grootste schilder uit onze gouden eeuw. In de burgerzaal van het Koninklijk Paleis zal men geen filmsterren van naam aantreffen. Zoals steeds werkt Stelling met onbekend talent. En dat geldt zowel voor de bedelaar rechts als voor de vertolker van de Rembrandt-figuur, Stellings broer Frans. De regisseur speelt tal van scènes met overtuiging aan zijn acteurs voor. In de film ontdekt Rembrandt, die het leven en de bewoners van zijn stad Amsterdam observeert, de bedelaar met de markante kop. En hij vraagt hem te willen poseren voor een van zijn schilderijen. Met Rembrandt en de figuren die hem omringden, zal Stelling zonder twijfel ook de stad portretteren, waarin onze meest beroemde schilder het grootste deel van zijn leven heeft gewoond en gewerkt.